Goedemorgen. Leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. Het is zondag. Dat zal even nadenken. En we zijn vandaag 2 jaar getrouwd. Dus dat is wel weer een bijzondere dag. En ik mocht nog even vlekken in bed blijven liggen. Marco is al beneden met Sarah. En ik ga zo ook wel naar beneden. En trouwens heb ik vannacht voor het eerst op dat nieuwe kussen geslapen. En gisteren toen ik naar bed ging, had ik wel zoiets van, nou, ik weet het niet hoe ik het nou vind liggen. En het lag vooral heel raar in het begin. En hij blijft inderdaad echt heel erg cool. Dat ik zelf zoiets had van, nou, misschien wel te cool. Maar toen ik er net wakker werd, had ik echt zoiets, nou, ik word echt wel heel lekker wakker. Ik heb echt wel lekker gelegen en goed geslapen. Dus tot nu toe ben ik heel erg enthousiast. Ik denk dat het in het begin gewoon even wennen is. Maar ja, daar ga ik ook wel overheen komen. Dus ja, op heel veel goede nachten dan maar. En als ik me daar nog op ga bedenken, dan laat ik het uiteraard weten. Dan wordt het denk ik tijd dat ik ook maar eens een keer mijn bed uit ga. Ondertussen aangekleed en we gaan zo de deur uit. Maar even het leukste laten zien. Mijn outfit. Ik heb deze top aan van Retour Jeans. Dat is geen top. Ja, het is een beetje een topjurk. De Nick zit er tussenin. Maar Sarah heeft hem ook aan. En we hebben allebei zo'n flared pantalon legging aan. En zwarte sandaaltjes. Dus we matchen weer. Ja. Ja, en allebei iets van het scrunchie-achtig in ons haar. Ja, maar ik heb heel. En nu naar de auto en dan gaan we naar Amsterdam. Zo lachen, we zijn aangekomen in Amsterdam en aan het rijden naar de garage. En we rijden hier en we vertellen ze, kijk, dit is de Dam en dit zie je allemaal bekende dingen. En wat geel jij hier hoort? De bijenkorf. Je bent zo mijn kind. Ik vind het zo hilarisch. Dat vond Sarah dus best interessant om te zien, de bijenkorf. Vind je het spannend? Ja. Vind je dit de mooiste ooit? Kijk ik. Maak een foto. Heb ik al gedaan. Ja, niet omhoog, Sarah, met je vinger. Doe maar eronder door, echt. Ik kan echt zo eronder door met je vinger. Nou, is het dan uit? Ja. Ja, dit is weer aan. Ik zit hem uit. Ja. Heel goed, man. Heel goed. Gelijk. Ja, zonde! 3 keer. Goed. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3.
Kijk, gaat ie. Ja,
wat je gaat eten. Welke vind je allemaal interessant? Ben je nog meer aan het lezen? We beginnen vooraf. Ik heb tomatensoep en Marco heeft een stroomsoep. En Sarah wil geen voorgerecht. Marco heeft heel amsterdam alleen maar patatjes. Nee, is heel pies, komt eraan. Sarah heeft een hele mooie spaghetti. Ben je er blij mee? Ja. En patatjes van papa. En ik heb een entrecote met patatjes. We houden echt altijd van patatjes. Sarah zit allemaal patatjes te pikken. Een pikkendief. En nu heeft Marco wel een volledige maaltijd. Zie je ze lief te lachen? Bleep. Ben je bevroren? Ja! Dus we gaan weer terug naar huis. Het was heel leuk, hè mama? Het was heel leuk. Het was heel leuk. Natuurlijk, want we zagen een heel grappige mens. Dat was echt heel grappig, dat meisje. De mens. Ja, en ik vond de vrouw heel lief. Weer thuis en we hebben niet heel veel gekocht hoor, maar we hebben wel wat dingetjes gekocht. Ik zal zo de rest laten zien, maar één is voor Sarah, moet naar de kamer. Ik heb die open met één hand. Even om het eruit te krijgen. Ik zet jullie even neer. Onmogelijk om het los te krijgen. Er zijn 80 plakbandjes op het papier. Kijken. Ik heb wel eens laten zien dat overal waar we ter wereld komen, kopen dit voor haar. In allemaal steden of eilanden. Maar ja, in eigen land hoort hij er ook bij. Dus we hebben deze voor haar gehaald. Ik vind hem echt heel cute. Heeft ze ook Amsterdam. En dan gaan we hem even boven bij de andere snowclub zetten. Dus we hadden al Curaçao. Praag, Milaan, Brussel, Lanzarote. En daar zitten dus nu Amsterdam ook bij. Tijd om nog even alles te laten zien wat we hebben gekocht. Volgens mij, nou het licht wordt een beetje donker, maar nou, even een kleintje. Deze heeft Sarah gekocht, die vond hem helemaal geweldig. De nijntjesleutelhanger, want Marco en ik hebben deze gekocht. En vorig jaar hebben we er ook een uit die lijn gehaald met ons trouwen. Even kijken of ik hem eruit krijg. Het is best zwaar. Dat is deze. Ik vind hem echt heel erg gaaf. Dit is dus Nijntje. En dit is van de Nijntje Art Parade. En die hebben allemaal verschillende Nijntjes door allerlei kunstenaars gemaakt. En ik vind ze heel gaaf. En ik zal die van vorig jaar ook laten zien. Dat is... Die staat geblokkeerd. Deze hebben we vorig jaar gekocht. En het zijn ook echt beelden. Ze zijn ook best wel redelijk zwaar. En zo bouwen we dus eigenlijk een leuke collectie op. Ik vind ze echt... Echt zo vet. Ik zal ze gelijk ook weer even in de kast zetten. Dan had ik voor Marco, die had ik al eerder gekocht. Dat is dit horloge. En ik weet niet hoe het uitspreekt. Het is van MVMT. Maar ik weet niet, ja. Kun je dat zo zien? Stelt hij dat scherp nu? Kijk al. Ik krijg het niet scherp. Dat is een horloge en dat is echt een wit klokje. Maar dit is nog een beetje dat soort onderwerkte leer. Dus ik vond dit wel een heel tof horloge. En ik mocht zelf wat uitzoeken. En ik heb toen
van Perline Corridon Jewelry. Dit merk. Heb ik deze gouden ketting. Deze heb ik gekocht. Een korte ketting en dan deze pegeltjes zeg maar eraan. En die valt ook kort. Dus ja, ik vond hem heel erg mooi. Ik had hem al een keer gezien. Toen wilde ik hem eigenlijk niet gehaald. En nu heb ik hem dus voor ons trouwen. Heel leuk. En dat was het. We hebben eigenlijk niet echt geshopt. We hebben meer gewoon gezellig gehad. Amsterdam, we hebben natuurlijk gegeten. We hebben ook Sarah een beetje Amsterdam laten zien. Dat is wel leuk, want die was er nog nooit eerder geweest. Wel veel andere steden in Rotterdam, maar Amsterdam was voor haar voor het eerst. Vorig jaar had ze namelijk een verjaardag bij een vriendinnetje, dus toen was ze niet mee. Het is laat, dus tijd om naar bed te gaan. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje, heel verrassend. En zie ik je morgen, doei!